In Woerden was het weer tijd voor de jaarlijkse koeienmarkt. Om 6 uur 's ochtends kwamen de koeien aan bij het kerkplein, werden ze gewassen en opgesteld in de tent, waarna de koeien aan het publiek worden gepresenteerd. Koeien brengen wij hier. Wij hebben zelf thuis koeien en die willen we hier laten zien. Hoeveel koeien hebben jullie? Wij hebben 85 melkkoeien. En dat is voor hier in de regio gemiddeld bedrijf qua hoeveel koeien we hebben. En hoeveel koeien hebben jullie vandaag meegenomen? Wij hebben 3 koeien meegenomen in 3 verschillende kleuren. Multiculti zijn we deze dag. Wij willen vooral laten zien dat we heel trots zijn op onze koeien en op het werk wat we doen. En er komen hier heel veel mensen speciaal voor de koeien. Dus het is echt hartstikke leuk en eervol dat we daaraan mee mogen werken. En wat is de bedoeling van de ring in? Daar worden ze gekeurd. En je bent met 5 of 6 koeien tegelijk in de ring. En die gaan ze dan ranken van 1 tot en met 6. En dan kiezen ze dus de mooiste koe uit. En waar letten ze dan op? Op de uierpoten. Of het rug recht is. Heel precies weet ik het ook niet. Maar dat is wel globaal waarop ze letten. Martien, de eigenaar van de koe, toch? Ja, ja. Hoe schat u de kans in van Judith? Hoe bedoel je de kans? Qua winnen vandaag. Oh, winnen is hier helemaal niet belangrijk. Nee. Jullie met z'n allen die zijn veel belangrijker. Al het publiek hieromheen. Een beetje kennis maken met boerenleven. Dat vind ik het belangrijkste. En, leuk. En daarom hebben we hier een hele makke koe. En dat hoeft helemaal niet de mooiste voor de jury te zijn. Dat is helemaal niet die van toepassing. Maar het is wel de grootste favoriet van de kinderen al. Jawel, en dat is toch gewoon heel leuk. De koeienmarkt is een feest dat al sinds 1410 wordt gevierd. En het staat sinds 2017 ook op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed in Nederland.